ruimte zoeken bij Harris. Gillet. Afgelegd, Jovanovic. De eerste dunk van de wedstrijd heeft te scoren. De volledige wedstrijd. Domine Lubri. Te kort. En dit kan de snelle bal. Mooi. En de time-out van Christophe Michiel. 5 minuten en 5 seconden. 13-4. Cross. Goeie defense. Ver, maar aanvallende rebound van Mukubu. Oeh, scoren. Wow. Nee, beter konden we niet, hè. Pierre-Antoine Gillet, knap gedaan. Oh, en hij pakt het been van Furt. Moeilijk om op te rebounden, hoor. Domine Lubri verliest de bal. Frens Blijenberg scoort. Heel juist. In deze herhaling kunnen we het zien. Blijenberg voor een bom. Nee. Jawel, dan valt hij er toch in. Frens Blijenberg. Drie fases waarbij je moet zeggen van... En dan ga je dribbelen. Maar when? When? I cannot, like... Because I dribble and you can keep it for him. Yeah, okay. But you come to me? You give a comment? Hey! Het is niet de laatste kans voor Wenmukubu. We hebben gehoord dat zowel hij als Domine Lubri nog een jaar langer willen blijven bij Mechelen. Pierre-Antoine Gillet doet het op deze manier. Ja? Blijenbergs. Zeker de betere mannen vandaag. Hè. Olivier Trofontaine. En Blijenberg gaat er nog terug in komen. Van der Vuurs. Double-double. Wordt afgeblokt. Ik wou net zeggen, nog een assistje erbij voor Van der Vuurs. Oh ja, paas deed van Mukubu. En de fout is voor Buisgaard. Vijf? Ja, ik denk het wel. Nee. Matthias Palings, ja, de woorden van zijn coach indachtig. Jij moet geen driepunters gooien. Dit moet hij doen. Voilà. Goeie paas van Kostrulia, ja. Deze. Hele goede paas, juist. One hand. 20 in het slotkwartier voor Oostende. En we hebben een finale tussen Antwerpen, dat het thuisvoordeel heeft, en Oostende, dat zondag eraan begint.